Het leek wel een officiële interland gisteren bij derde klasse Orion. Eerst het volkslied van Tuvalu en daarna het Nijmeegse Almotte Krupe. Bij Orion vinden ze het bezoek heel bijzonder. Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het eerste telefoontje kreeg in augustus, toen keek ik ook naar de verborgen camera. Maar goed, het was serieus. Dat is speciaal. Ja, dat maak je maar één keer mee in je leven, denk ik. De selectie van Tuvalu reisde ongeveer de halve wereld rond om in Nijmegen uit te komen. De ploeg is voor een stage van 3 maanden in Nederland en wordt geleid door oud-NEC-man Leen Looijen. En zo kwamen ze bij Orion terecht. Overigens niet met de sterkste selectie. Ze zijn allemaal werklozen. Als je werk hebt, kun je niet 3 maanden van huis af. He, dus het is een elftal ook waarbij er 5 spelers zijn van de club die onderaan in de competitie speelt. En het lijkt me niet dat van NEC 5 spelers in Nederland zelf al zitten. Het maakt de spelers allemaal niets uit. Zij hebben het erg naar hun zin in Nederland. Het is heel goed. Het is een different culture, real different landscape, different people. Attitude is real good around these ways. Holland's real good, yeah. Aan het niveau van Tuvalu moet nog wel wat worden gesleuteld. Orion won met 6-1. De echte specialiteiten van de Tuvaluanen werden na de wedstrijd getoond. Traditionele zang en dans. Nog een kleine week en dan moeten de voetballers weer terug naar hun eiland. Ver weg in de Stille Oceaan.